Consulaat Saint-Laurent tijdelijk gesloten vanwege inbraak. Op de dependance van het consulaat-generaal van de Republiek Suriname, de Saint-Laurent-du-Maroni, heeft een inbraak plaatsgevonden. Als gevolg van de inbraak op 10 juli 2019 is de dienstverlening vanuit het departement van het ministerie van Buitenlandse Zaken sindsdien tijdelijk komen weg te vallen. Hervatting van deze dienstverlening op de dependance zal na afronding van het politioneel onderzoek tijdig worden bekendgemaakt. Ter garandering van de voortgang van het personenverkeer zal er vanaf donderdag 11 juli 2019 voor reizigers komen vanuit Saint-Laurent naar Suriname de mogelijkheid worden geboden een toeristenkaart te betrekken bij de douane nabij de Veersteiger te Albina. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.